Het houdt niet op, niet vanzelf. Zo luidt de slogan om iets te doen tegen huiselijk geweld. Deze week wordt hier tijdens de week van de kindermishandeling extra bij stilgestaan. Burgemeester Delissen zet zich als ambassadeur van de Limburgse beweging in tegen kindermishandeling. Het is een groot probleem en je ziet eigenlijk ook wel een toename. Met name ook het aantal vechtscheidingen wat de laatste jaren natuurlijk geweldig toegenomen is. Onder invloed van de crisis, hè, de malaise waar toch iedereen of heel veel mensen mee te maken gehad hebben. En dat zijn allemaal gevallen van kinderen die eigenlijk tussen het wal en het schip vallen, die ertussenin zitten. Dus je ziet een geweldige toename op dat vlak. Maar je ziet ook, en dat was voor mij wel erg confronterend, als je verhalen hoort van kinderartsen, van verloskundigen, dat kinderen eigenlijk ook al mishandeld worden voordat ze geboren zijn. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. En dat heeft allemaal ook te maken met de verharding en de verruwing in de samenleving. En hoe kunnen we daar een tegengeluid laten horen? Dus op het moment dat iemand het signaal heeft of het vermoeden heeft van kindermisbruik of kindermishandeling, dat ze weten waar ze het moeten melden. Ik denk dat die bewustwording kweken, daar zijn we dagelijks, moeten we daarmee bezig zijn. Het is een patroon, een ziek patroon, wat in een gezin leeft en wat doorgaat als we het niet ingrijpen. Dus het moet ingegrepen worden. Ik ben het helemaal zat met jou! Zoek het uit! In Pelemaas komen per jaar ruim 90 nieuwe meldingen van huiselijk geweld binnen. Ja, ik vind dat veel. Menselijk gezien is elke aanmelding er één te veel. Maar ja, ik vind het zeker veel. Het zegt niks over hoeveel het voorkomt. Want ik denk dat geweld in huis en dus ook kindermishandeling eigenlijk al heel, heel lang speelt. Iets is van alle tijden. Maar gelukkig is er steeds meer aandacht voor het onderwerp, waardoor het makkelijker wordt om het te bespreken. En waardoor het ook voor slachtoffers en mensen uit hun omgeving makkelijker wordt om het bespreekbaar te maken, om het te melden. Nou, wij hebben een aantal coördinatoren huiselijk geweld aangewezen bij de gemeente zelf. We zijn ook een van de ondertekenaars met de gemeente in Noord-Limburg van een convenant. Een gezamenlijke samenwerking op het gebied van huiselijk geweld. Onze gezinscoaches zijn natuurlijk heel erg alert op de situaties die zij aantreffen in gezinnen. En ook even kijken waar behoefte is. En ook ja, met hun professionaliteit kunnen zien of er inderdaad een link is met huiselijk geweld of verwaarlozing. Want we praten niet alleen maar over geweld, maar het kan ook emotionele verwaarlozing zijn. Het kan ook misbruik zijn. Dus ja, dat zijn allemaal professionals die met name op het gebied van kindermishandeling, kindermisbruik, extra opgeleid zijn om de signalen op te vangen. Ik zie geen daling. Eigenlijk eerder iets in tegendeel. Het worden er iets, langzaam iets meer. Maar ik denk dat dat komt door de voorlichting en de aandacht die daarvoor is. Maar eigenlijk vind ik het wel positief. Want op het moment dat er gemeld wordt, is er serieuze aandacht. En worden ook mensen alert gemaakt op de mogelijkheid dat er in dit gezin iets mis, fundamenteel mis zou kunnen zijn. Waar kan ik, als ik wat zie, waar kan ik het melden? Ik denk dat dat de grootste stap is die we kunnen zetten. We kunnen niet de problemen van de hele wereld oplossen. Maar waar ik erg op hamer, er is ook een meldcode. Kindermishandeling die ook in het onderwijs op een goede manier geïmplementeerd is inmiddels. Bij de jeugdzorg, bij onze eigen gezinscoaches, bij de coördinatoren hier in huis, huiselijk geweld. En het is altijd van belang dat op het moment dat er signalen zijn, die meldcode, waar een soort stappenplan achter zit, dat dat doorlopen wordt. En dan krijgen we een helder beeld of er daadwerkelijk sprake is van of niet. En dan kunnen we ook actie ondernemen. Mam, mag Lara hier vannacht blijven slapen? Nou, dat lijkt me niet zo verstandig, dames. Jullie moeten morgen gewoon nog naar school. Maar Lara zegt dat het bij haar thuis spookt. Nou, dat zal wel meevallen. Nou, misschien het weekend, oké, lief? Hé, hey, wat is er nou? Het is ook heel moeilijk. Als je denkt, bij de buren gebeurt iets wat, ja, wat misschien wel niet klopt. Ja, ga ik dat melden? Want als er niks aan de hand is, dan heb ik iets heel ernstigs gemeld. En wie weet krijg ik ruzie met de buren. Noem maar op. Terwijl, als iets zich blijft herhalen, komt steeds die vraag terug van moet ik er toch niet iets mee? Ook in dat geval kunt u contact opnemen met Vorkmeer. Wij zijn bereid om gewoon te overleggen, klankbord te zijn, te sparren, zonder dat er meteen actie wordt ondernomen. Heb je de keer daar? Waarom gaan ze niet gewoon uit elkaar? Dat is zo zielig voor die kleine. Moeten we hier niet eens een melding van maken of zo? Ja, en dan?
Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken, zo laat de politie weten. Zij adviseren om bij een vermoeden van kindermishandeling altijd in actie te komen. Ook wordt er al 10 jaar voorlichting gegeven aan de tweede en derdejaars van het Bouwens. En helaas, of je zou misschien ook kunnen zeggen gelukkig, elk jaar komen daarna meldingen van leerlingen die zeggen, ja, bij ons thuis is ook zoiets aan de hand. Of ik zie die dingen die jullie besproken hebben gewoon allemaal gebeuren bij mijn vriendinnetje thuis. En dan pakken we dat op. En de bewustwording, nou, ik kan wel stellen, die is 10 malen beter georganiseerd en beter opgepakt dan, ja, pakweg een x-aantal jaren geleden. Dus met name die bewustwording en dat iedereen weet waar die mee aan de slag moet. Dat is echt een van de grootste winstpunten van het jaarlijks op het netvlies krijgen. En dan vervolgens het hele jaar met de professionals regelmatig erover hebben. En de meldcode gebruiken, 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 gebruiken. Dat wil ik wel 20 keer onderstrepen. Pas als je iets doet.